Wat doen supermarkten met onverkocht eten? In ieder geval veel meer dan vroeger. Eten dat bijna over de datum is, gaat eerst in de uitverkoop. En voedsel dat net over de datum is, wordt aan de voedselbank gegeven. En die delen dat dan weer gratis uit. Toch wordt nog steeds het meeste voedsel na het verstrijken van de uiterste verkoopdatum weggegooid. Via distributiecentra gaat het naar verbrandingsovens en andere instanties die het verwerken. Zonde? Het moet volgens de wetgeving rond voedselveiligheid. Deze wetten zijn zo streng dat hergebruik van verlopen producten lastig is. Uiteindelijk zijn supermarkten trouwens maar voor 5% verantwoordelijk voor het weggegooide eten. De grootste verspiller? Dat zijn wij, de consumenten.